langzame grond. Morgen eerst mist, later wat zonneschijn. 'S Middags opnieuw een paar buien, maar die buien zijn lichter en minder talrijk dan vandaag. Het wordt 9 tot 14 graden. ANWB, Kees Kwaks. Geen files meer. Flitsers staan op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 86,3. Op de A7 Den Oever-Zürich bij 96,7. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 68,8. En op de A35 Enschede-Almelo bij 52,7. Als u een flitser tegenkomt, bel hem even door naar de BNR Flitslijn 020-515-8515. Het is 11:30, ik ben Debbie Kausolea, goedemorgen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars doet een dringend beroep op de onderhandelaars in het Catshuis om knopen door te hakken. Onze woningmarkt heeft het slechtste kwartaal achter de rug sinds het uitbreken van de crisis in 2008, zegt de NVM. Daarom is het volgens de NVM belangrijk om snel te weten of de verlaging van de overdrachtsbelasting ook na 1 juli nog geldt. Bij geldtransportbedrijf G4S is het sporenonderzoek nog in volle gang na de overval vanmorgen vroeg. Rond 16:30 werd daar een deur weggeblazen met explosieven. De daders van de overval zijn nog zoek. Getuigen hebben twee Audi's weg zien scheuren. We hebben vorig jaar 7% minder energie verbruikt, dat meldt het CBS. De daling komt onder meer door de zachte winter. Daardoor gebruikten we een stuk minder aardgas dan in de koude winter van 2010. Maar ook de economische crisis speelde een rol. De omzet van de detailhandel is in februari...